Wat ligt dat zo fel vandaag? Maar ja. Dag Sophie. Dank je, Evelien. Ik ben aan het kijken, want dat licht is precies zo. Zien jullie mij ook een beetje overbelicht? Ik ben aan het zien wat ik kan doen hier. Ik zal mijn camera wat rechter zetten. Zou dat helpen? Ja, dat is beter. Dag Reet. Dankjewel. Zeg, we gaan dat ook niet de hele tijd doen hier, hè? Ja, ik ben dus inderdaad jarig. Ik dank je wel voor de vele wensen. Ik heb eigenlijk een hele leuke dag gehad. Ik heb heel veel kaartjes gekregen. Dank je wel. De leukste was eigenlijk ja, van mijn kindjes waren de leukste. Ik heb te zien. Een dolfijne verjaardag. Ja, van mijn zoon. Leuk, hè? ik ben opgestaan. Ik ben verwend geweest door een ontbijtje aan huis van mijn ongelooflijk leuk 100% team. Heb ik bloemetjes gekregen. Heb ik nog pakjes gekregen. Ik heb bijvoorbeeld kaarsenhoudertjes gekregen, nieuwe. Van Cynthia. Ik heb zo'n hele grote toren hier met allemaal kaarsen op. En ik, ja, dat raak ik nooit vol. Dus ik ben daar altijd heel blij mee. Dan heb ik ook van mijn lief een heel leuk handtasje gekregen. Trouwens, ook van een Belgische ontwerpster. Ook wel heel tof. Dus ja, ik had een heel leuke dag. En dan heb ik mij ontsminkt om hier te komen zitten. Want ik had beloofd vandaag een tutorial te geven. En ik heb zo eens een paar keren aan jullie gevraagd wat jullie graag zouden willen zien. Dat heb ik opgelezen. Hè. Ik heb een lijstje gemaakt. Ik heb dat nu net weer gedaan. En de conclusie is dat eigenlijk wij het altijd vaak te moeilijk maken voor jullie. In die zin van dat jullie gewoon eens graag willen zien hoe ik me dagelijks opmaak. En ik wilde ook met plezier delen. Omdat ik 's morgens ook echt maar 5 minuutjes heb om me klaar te maken. Dus dat ga ik jullie tonen. En dan een klein beetje een nuance. En dan gaan we de wenkbrauwen nog eens uitgebreid doen. Want daar is ook heel veel vraag naar. En wat had ik nog opgeschreven? Concealer. Want veel mensen hebben toch blijkbaar last van donkere kringen onder de ogen of blauwe kringen. En krijgen dat niet weg, maar niet standaard. Dus dat gaan we dus vandaag doen. Dus ik hoop dat jullie dat leuk vinden. Hè? Ik wil het simpel, basic houden, maar wel fris. Eigenlijk een look om u elke dag heel snel, heel goed op te maken. Wat eigenlijk bij iedereen past. Dus dat is goed, hè? Nu, wat heb ik nu op? Ik heb gewoon een dagcreme op gedaan. Ik heb mij ontsminkt en ik heb een dagcreme op. Ik heb eerst eens even mijn speld in mijn haar steken. Hè? Als jullie vragen hebben tussenin, zeker doen. Hè? Dankjewel voor de wensen van mijn verjaardag. Eigenlijk was het nog wel tof. Hè? Ze zeggen van, oh, dat is zo erg en, met corona jarig zijn. Maar ik vond het helemaal niet erg. Ik heb een fijne dag gehad. Ik ben namiddag nog wat pakjes gaan opsturen. En voilà. Nee, tof. Goed, dus dagelijks dagcreme. Ik doe zelf niet dagelijks een primer. Waarom? Ik heb heel graag dat mijn huid smeug is. Mijn huid is niet vet van zichzelf. Dus als ik een primer ga doen om het te matteren, heb ik niet altijd nodig. Ik ga wel vaak een primer achteraf doen op mijn plaatselijke zones. Maar zeker niet ervoor. Dat is goesting. Wel, als ik een andere primer gebruik, gebruik ik wel de olie. Omdat ik dat fijner vind. Maar een gewone primer is voor mijn huid niet de beste keuze. Als je een huid hebt die make-up niet goed houdt, moet je dat wel zeker doen. Oké, ik ga eerst en vooral beginnen met mijn vlekjes weg te halen. Je ziet, ik heb hier roodheden en ik wil dat weg. Hoe doe ik dat? Ik ga heel veel werken met de Flat Kabuki. Flat Kabuki is een hele gemakkelijke penseel. En ik neem heel vaak... dank je voor de... Dag Philippe. Ik neem heel vaak nummer 2, omdat dat direct al een beetje kleur geeft. Nathalie, ik ga je dadelijk helpen met je vraag. Want je zegt, concealer geeft mij vaak droge plekken. Alhoewel, ik ga dit tonen. Dus, je doet een klein beetje op je Flat Kabuki. Onthoud, je hebt 's morgens niet veel tijd, hè? Dus je moet snel klaar zijn. Dus,
grafwerken, niet te veel tijd verliezen met te kijken van, oh, moet ik daar nu wat product gebruiken of daar, gewoon hup dat erop. Als je kleur goed is, kun je niks fout doen. Dit is foundation, die ga ik niet op heel mijn gezicht zetten. Ik doe gewoon op mijn neus, die was een beetje rood, sorry, de zijkant, en op mijn kin. Zet toe. Maar nu, meer dekking met mijn losse poeder. Ga ik straks laten zien. Er zijn ondertussen heel toffe dames van Sampierson zijn aan het antwoorden op jullie vragen. Als ik een vraagje niet zie. Dus Jurgen heeft net een heel grappig bericht naar mij gestuurd. Voor mijn verjaardag. En nu doet hij dat weer, dus ik moet wel een beetje lachen. Dus, voilà. Dat is het. Heel simpel. Maar nu, de vraag voor blauwe kringen. Nu, ik ben blij, want ik heb dat niet zo heel fel, zoals jullie zien. Ik heb natuurlijk wel kringen. Hè? Heeft iedereen. Ik heb nog nooit iemand gezien die niks, alleen die perfect onder die ogen is. Iedereen heeft een klein beetje donker. Nu, als jij heel fel donker bent, dan is er maar één manier om het op te lossen. En dat is oranje. Oranje is de vijand van donkere kringen, blauwe kringen, pigmentvlekken. Alles wat je wilt camoufleren. Als je goed kijkt, je moet zelfs niet goed kijken. Zien jullie mij wel goed? Want ik heb zo precies het gevoel dat het hier een beetje overbelicht is. Hmm. Ah ja, als je goed kijkt, zie je, ik heb hier zo heel veel adertjes. Zie je? Adertjes is ook zoiets wat je niet wegkrijgt met niks. Dus, dat is lief, dat ja. Dus oranje. Dat is iets heel raars, maar ik ga oranje lipstick gebruiken. Dit is een Saumon. Saumon is echt een mooie zalmkleur. En kijk eens, ik ga het aan de ene kant doen. Ik ga hier, nu denk je, nu ziet je er toch niet uit. Hè? Maar dit is wel heel goed om blauw en bruin weg te krijgen. Dit ziet niet uit, ik weet het. Maar ik heb hem erop gezet en je dept het een beetje in. En daarover gaat je terug foundation zetten. Ik ga dat nu wel met een klein penseeltje doen. Trouwens, ik werk heel veel met mijn blenders ook onder mijn ogen. Omdat ik vind, als ik iets luchtig wil aanbrengen... Sorry, ik heb opnieuw de nummer 2 nemen. Als ik iets luchtig wil aanbrengen, dan is dat mooier met zo'n blenderke. Oké. Ik doe daar nu de liquid foundation van daarnet terug over. En kijk eens wat een verschil qua helderheid onder mijn ogen. Dit is de truc om blauwe kringen weg te halen. Bij iedereen. Maar je moet dus geen schrik hebben om er lippenstift op te smeren. Want dat is eigenlijk wel gewoon allemaal hetzelfde. Hè? Weet je, we zetten daar namen op, zodat jullie het heel simpel weten. Maar kijk. Weg. Ik vind dat echt iets geweldig. Maar heb je ook gezien, ik dep ook een beetje mijn product op mijn oog en onder mijn oog. Ik zal de andere kant nog eens herhalen voor de mensen die nu pas kijken. Ideale truc. Blauwe kringen, pigmentvlekken, bruine kringen. Is een beetje oranje. Dat is lelijk, hè, als ik dat zo laat staan. Alsof ik heel moe ben. onder mijn ogen en op mijn adertjes. Als ik zeg van ik heb daar wat adertjes. Je kunt het ook al een beetje met een blender weghalen. Hè? En dan doe je de nummer 2 of de 1, afhankelijk van je huidstint. Als je heel licht bent, doe je de 1. Ik ben nu medium, dus ik doe de 2. Ben je donkerder, doe je de 3. Maar dan moet je al echt al wat heel veel kleur hebben, hoor. Oké, en dan, waarom geen concealer, Kimberly? Omdat deze meer dekt. Op het moment dat je iets gaat camoufleren en weghalen, dan, en zoals oranje, moet je daar een liquid foundation op doen die dekkender is. Want de concealer... Ja, Cynthia, ik weet het. Het licht is een beetje te wit. Ik ga hier eens iets doen, hè. Kijk, ik heb zo'n magic light, hè. Is dat beter? Is dit beter? Ja. We gaan dat even zo proberen. Dit is een beetje geler. Ik vind het misschien weer te geel. Maxime en Philippe, kom. Allee, ga het lopen. Ik weet niet wat je aan het doen bent. Kom. Zeg Cynthia, is het licht beter? Antwoord mij eens heel eventjes, dan kan ik... Ik weet het niet, hè? Jij bent de expert, hè? De belichtingschick van Sampierson, hè? Ja, beter. Oké. Dus, helemaal weg. Korte herhaling. Liquid foundation, plaatselijk waar je vlekjes hebt.
heb je blauwe kringen, heb ik lipstick Sommo onder de ogen gedaan en daarover liquid foundation opnieuw, nummer 2. Elke is goed. In dit licht moet je niets meer aanbrengen, dat is waar. Ja, goed licht, hè. Maakt dan uit het licht, hè. Verschrikt je, ben ik een draak. Dan, poederfoundation. Sommige mensen zeggen, poederfoundation dekt niet genoeg bij mij. Te oranje. Allee, Cynthia. Wacht, hè. We gaan hier de andere expert lichtjes bij halen. Ik ben veranderd van hoekje. Normaal zit ik dus ergens anders. En nu ben ik... Is dit beter? Is dat beter, anders kan ik... Nee, ja, is het... Nee, maar dat is iets raars, hè. Ik moet een beetje verder gaan zitten, hè. Ja? Nee? Maakt de mannetjes, want als ik slecht licht heb, dan ga je niet veel zien, hè. Ja, beter? Ik weet het niet of het beter is. Charlotte, terwijl doe ik het licht in... Ja, dat is te donker, hè. Dat is beter. Dat is goed, maar dat is heel donker. Ik ga het misschien even zo doen. Wat denken jullie? Laat het zo doen. Oké. Okay. Nee? Ja? Nee, dat is niet goed. Maar... Dit ligt iets zachter. Dichter bij het scherm. Wauw. Ik ga gewoon... Ja, ik moet blijven stilzitten, hè. Dat heb ik nu nooit aan de hand gehad, hè. Ik ga iets doen, hè. Ik ga hier mijn kast proberen op te schrijven. Dan kan ik mijn scherm iets verder zetten. Als je iets hoort vallen, dat is normaal, hè. Ja. I have it, hè. Ja? Ja, maar ik kan niet aan mijn lampjes rijden. Oké, okay, we gaan het zo even doen, hè. Als het echt weer niet gaat, geef maar commentaar, hè. Voilà. Oké. Okay. Dus, korte herhaling, liquid 2 op de vlekjes. Oranje onder de ogen om blauwe wallen te camoufleren. Daarover liquid foundation opnieuw en dan de poeder. Als je wilt dat de poeder dekkend is, gaat je moeten duwen en draaien. Ik ga je laten zien hoe mijn persoonlijke kabuki eruit ziet. Die ziet er dus zo uit. Hè? Dat is niet meer ja, nieuw, hè? Je ziet dat. Maar het is eigenlijk wel... Heel goed, ik wil ook nooit een nieuwe beginnen. Dan denk ik, oh, ik wil geen nieuwe, want deze dekt echt heel goed. Dus, wat ga ik doen? Nummer 3 ga ik gebruiken. Ik ga nu geen 4 gebruiken, want 4 is te geel. Voilà, daar gaat hij. Goed move, hè. De oranje stick, hè, is de lipstick. Dus dat is gewoon super, want die is heel, heel mooi. Ik zal die straks eens opdoen als lippenstift, Johanna. Maar je kan die dus ook gebruiken als concealer. Dus, de poeder dekkend. Beetje erin. En kijk eens wat ik doe. Ik duw en ik draai en ik duw en ik draai en ik duw en ik draai. Heel belangrijk. En op mijn huid duw en ik draai. Duw en ik draai. Dit licht is goed. Ik zat gewoon te kort bij. Een beetje bijnemen, duwen en draaien. Wat ik vaak merk als mensen tegen mij zeggen, het blijft niet goed zitten, hè, is gewoon omdat je niet genoeg duwt en draait. Soms zit je tot te lief op je huid. Kijk, maar dit, hè, is een zachte borstel. Je kunt daarmee duwen. Hè. En... Ik kan dit opdoen en 's avonds ziet er nog hetzelfde uit als morgens. De kabuki proper maken, ja. Niet zo heel veel, nee. Ik ga je dat tonen, hè. Ik heb dus mijn penselen gepoetst gisteren. Proper, hè. Maar mijn kabuki eigenlijk, ja, nee. Ja. Wat moet ik daar nu nog op zeggen? Ik ga geen excuus zoeken, hè. Maar af en toe was ik die wel. En omdat die al zoveel gebruikt is, blijft die wel vrij goed in die vorm zitten. Maar ik poets die zeker niet elke keer. Oké, dit is voldoende, hè. Dit duurt, ik heb nu veel uitgelegd, maar dit duurt 2 minuten. Ik heb er straks zo'n make-up, zo'n 1-minute challenge gedaan op TikTok. Op 1 minuut was ik gemaquilleerd, dus... Lukt wel, hè? Oké, dan gaan we
doen wat ik elke dag doe. En ik doe elke dag een beetje kleur brengen met een brons en een beetje frisheid brengen met roos. Dus brons doe ik met ofwel Le Soleil pour Brunette, ofwel, en dat vind ik de laatste tijd weer mooi, ik heb zo van die fases, de Loose Mineral Blush Brons. En die heeft een beetje glans. Nu, als je je make-up sober gaat houden, dus ik bedoel ermee, je gaat je oogschaduw niet fel doen, kun je nu wat glanzende bronzer doen. Nu, mineralen, ik weet niet of jullie dat weten, mineralen, die kunnen, die worden, doordat je heel veel gaat wrijven en duwen, worden die mat. Sommige mensen zeggen, ja, maar in mijn losse foundation zit wat glans en wat glitter. Dat klopt, dat is mica. En mica is nu typisch het, ja, het goede bestanddeel van mineralen. Maar als je gaat duwen en draaien, gaat je de glitter weghalen en krijg je de gloed. En dat is wat je wilt. Hetzelfde met de losse blush bronzer. Ja? Als je die gewoon gaat aanbrengen, is dat een highlighter bronzer. Hè? Als je die gaat inwerken, zoals ik dadelijk ga doen, wordt die mat en kun je die gebruiken als bronzer. Ik doe dit onder mijn jukbeen. Ziet je ook hoe mijn huid aan het glanzen is? Hè? Nu, dat is goed licht. Maar ook wel goede skincare eronder. Maar ook wel doordat ik geduwd en gedraaid heb. En dat mis ik heel vaak. Als ik zo mensen advies geef en die gebruiken dan producten en die zeggen, ja, maar mijn huid glanst niet of geen gloed. Of ja, dat is daardoor. Duwen en draaien. Je moet een tenniselleboog krijgen, potverdekken allemaal. Dus, ziet je? Waar heb ik dat gedaan? Ik zet ook altijd verder tot in mijn haargrens onder mijn jukbeen. En je hebt ook gezien, ik maak lange cirkels, lange achten, ellipsjes. Allee, ja, David, ik kan me haasten. Ik heb beloofd aan de ladies van Café Beauté om samen een virtuele duvel te drinken na deze tutorial. Dus ik ga me moeten haasten hier blijkbaar. Dat is de blushborstel, inderdaad, Cinderella. Als je dit doet, dan ga ik meestal een matte blush kiezen. Dus als je de matte bronzer kiest, dan gaat je daar ook... Ah, zeg! Daar! Ik ga daar aan mijn kerst pakken. Als je 350 kijkers hebt, krijg je dat. Je zit dan 300. Ik ben toch blij dat ik een kerstje heb gepikt dan. Allee. Dus, mat als bronzer, mocht je een glanzende blush doen. Nu heb ik een glanzende bronzer, mocht je een matte blush. Dus combineer mat en glanzend altijd. Niet glans, glans of mat, mat. Ik heb er 310 komaan, mensen. Ik wil nog een stukje taart, hè. Met mijn duvel. Nee, ik heb op het duvel gehouden, dus don't worry. Oké, dus, ik had gedaan... glans. Als de bronzer als glans. Nu ga ik de rosé blush nemen, want ik heb een roze kleedje aan. Hop, midden van mijn wangjes. Ik doe dat altijd, ik weet niet of je kijkt naar mijn tutorials, ik doe dat altijd te veel. En dan doe ik dat wat weg. Oké. Mijn ogen hou ik simpel. Ik had beloofd om een heel simpele look te doen, om heel snel 's morgens klaar te zijn. Wat ga ik daarvoor doen? Twee dingen. Een oogprimer, standaard, geeft instant frisheid. Ideaal als je zegt, ik ben geen oogschaduwmens. En eerlijk waar, ik ben geen oogschaduwmens. Want ik doe niet elke dag oogschaduw op. Hè? Dit doe ik wel. Elke dag dat geeft zo wat frisheid. Kijk. Nu, ik heb er juist met die oranje lippenstift op gezeten... maar kijk, zelfs dan, hè, dat blijft gewoon perfect zitten allemaal. Hè. Maar Nathalie, het is ook echt simpel, echt waar. Goed. Simpele look, daily look, is de roze tendre. Roze tendre is my all-time favorite, omdat die bij iedereen staat. Iedereen moet die in zijn basiskit hebben zitten. Omdat dan kleur is, als je het niet weet, doet je die op. Ja? Blender. Blender maakt je leven veel makkelijker. En waar ga ik dat zetten? Ik heb nu wel een beetje korter, dus mijn licht is misschien weer wat minder. Maar ik ga even hier en hier. Geef frisheid, hè. Neem een beetje bij. Altijd werken vanuit de deksel. Een beetje aan die binnenkant. Hup, vent dat maar wat uit. En zeker in dat klein hoekje.
Als je dat feller wilt, pak je een stevige, stevige borstel. Huh? Dit is nu een luchtige borstel. Dan is uw make-up ook luchtig. Dat is misschien ook een goeie. Dan gaan we nog eens een keer doen. Welke borstel gebruik ik voor wat? Zachte kleuren, zacht effect. Deze borstel, fel effect, platte borstel. Dus, hup, hup, hup. That's it. Volgende stap, eyeliner. Waar heb ik hem gelegd? Mijn eyeliner. Als ik nu eens elke dag zou opruimen, hè, dan zal ik dat allemaal direct vinden. Oogschaduw is roze tendre, Loes. Heel, heel, heel simpel. De kleur voor elke dag. Liquid eyeliner. Nu moet ik heel kort bijkomen. Doe ik wel elke dag. Ik doe dat gewoon graag. Ik vind dat gewoon mooi. Ik vind dat dat mijn oog vergroot en frisheid geeft. Dus ik doe dat gewoon elke dag. Daarom kan ik dat ook goed. Dus je gaat dat ook allemaal goed kunnen. Dit is de ideale eyelinerpunt. Ik weet niet of je dat goed ziet. Maar dat is echt een heel smal puntje. Ja, oké. Ik begin in het begin. Niet in de hoek, maar zo net 4/5. En ik ga kleine stukjes tekenen. En ik ga tot op het einde. Ik doe niks meer. Ik ga niks meer doen, want ik ga het dus zelf eens makkelijk uitleggen. Om een mooie wing te krijgen. Dan hetzelfde verhaal hier. Kleine. Maar als je ook kijkt, ik hou niet mijn eyeliner zo. Hè. Ik hou mijn eyeliner plat. En ik werk ook met het puntje van die eyeliner. Hè. Hup. Kleine stukjes. En ik stop. Nu, hoe krijg je de mooie wing? Een mooie wing is heel gemakkelijk. Als je een klein wenkbrauwborsteltje hebt. En dan neemt jij een beetje eyeliner. Ziet je het? En als ik nu denkbeeldig die onderste lijn van mijn oog zou doortekenen, dan kom ik hieruit. Kijk, een wing. Hoe gemakkelijk. Dus, heb je het gezien? Ik zal het even, nu kun je het wat, ja, nu zit het toch te lang. Hè? Ik had er moeten afblijven. Het was goed zoals het was, hè. Oké, opnieuw, andere kant voor degene die moeite hebben met eyeliner. Dus, de onderkant, zo gezegd, niet aanraken, hè, maar zo gezegd doortekenen. En dan stempelt je gewoon. En dan heb je je perfecte wing. Hoe gemakkelijk is dit? Dit is een stempeltje. Moet ik daar nu nog iets over zeggen? Ik weet het niet. Het is heel gemakkelijk, hè? Jullie zijn zo stil over de eyeliner. Gewoon opnieuw onderkant. Hup. Voilà. En dan kun je hem verdikken. Verdunnen gaat niet meer. Ik wil zeggen, kun je verdikken, ja, en zo. Maar dan moet je zelf een beetje weten. Maar eigenlijk, ja, ik kan er niks meer aan doen. Dat is goed zo, hè? Als je dan kijkt, dan heb je... heb je ook altijd een wing die past bij je oog. Dat is belangrijk. Want ik heb nu heel veel plaats. Ik zeg dat gewoon heel eerlijk. Je hebt mensen die weinig plaats hebben. Maar zelfs dan is dat een hele goede truc om zo te doen. Doortrekken, stempel. En dan, je ziet ook altijd het korte stukje aan de buitenste kant. En hetzelfde verhaal hier. Het korte stukje aan de buitenste kant. Nu, wat je ook kunt doen, is nu is dat zo bijna droog. Er is bijna niks meer op. Ik ga dat zo'n klein beetje ertussen zetten. Omdat ik dan zo wat kleur heb. Dan heb ik een restje. En dan, waar is mijn blender waar ik er juist mee te werken was? En dan breng ik dat zo'n beetje uit. Hop, dan is dat zo wat zachter terug. En dan doe ik daar de mascara nog op. Ook voor kleine ogen, Loes. Echt waar, dit is de truc, hè, als je een wing wilt. Maar je moet geen wing maken. Hè. Allee, je kunt ook gewoon mooi rechtop blijven, hè. En dan mascara. Hop. Dan, zie je hoe weinig. En ja, dat is direct goed, hè. Dan, wenkbrauwen. Eerst en vooral, voor ik aan de wenkbrauw begin, wil ik iets zeggen. Want wat ik juist aan mijn huid allemaal gedaan heb,
wat wel leuk is, je kunt dat allemaal samen in de 5 étoiles box kopen. Ik weet niet of jullie die 5 étoiles box kennen. Dat is eigenlijk een box en een voordeelprijs met de 5 producten in die je nodig hebt als je nog niks hebt van Saint Pursaud. Als je wel al iets hebt van Saint Pursaud, is dat ook een handig om bij te vullen. En als je zegt, ik wil toch een tweede kabuki, dan is die wel interessant, omdat je aan een voordeelprijs gaat kopen. Wat zit daarin? Daar zit een loose foundation in. Daar zit een nieuwe kabuki in, maar dat is een kleinere, heel handig voor in je handtas. Daar zit een blush in, ook handig. Daar zit een mascara in en daar zit een liquid concealer in. Dus eigenlijk is dat helemaal 5 producten voor 5 stappen voor 's morgens. Hier zit Le Volumineux in. Omdat de gewone mascara is op. Dus diegene die de boxen, ja, dus dat is wel heel tof. Ja? Dus dat is eigenlijk, en dat is eigenlijk ja, 79,99 is die box. Dus top, hè? Ah, dat is goed, Emily. Ja, Emily Marie, voor u speciaal dus de wenkbrauwen. Ik had er straks op gereageerd, dus ik ga ze nu doen. Hè? Hoe doe ik de wenkbrauwen? We hebben 2 wenkbrauwpotloden, blond en bruin. Je ziet allemaal, ik heb ook niet zo'n grote, brede wenkbrauwen. Dus ik moet die ook elke dag bijkleuren. Zeker hier aan de buitenkant. Wat veel mensen doen, is hun kleur te veel hier zetten. Ik heb die mascara op, maar ook een valse wenkbrauw. Ik voet altijd een beetje. Dus hier niet te veel kleur zetten, maar hier wel. Ik begin ook altijd daar. Als je wenkbrauwen tekent, begin je met je haartjes naar boven te kammen. Ja. Je gaat je potlood zien dat die scherp is. En je gaat op het hoogste punt, want een wenkbrauw is altijd op 2/3. Ziet je? 1/3, 2/3, het hoogste punt. En dan nog 3/3 naar beneden. Dus dat stuk gaat je mogen accentueren. En hier gaat je mogen een beetje inkleuren, maar niet te veel mee doen. Dus, je begint, hier is het hoogste punt, aan de onderkant van het hoogste punt. En ik ga dat doen met een kleur die lichter is dan mijn wenkbrauwen. En dat is de blonde. Want als je dit nu doet met een donker kleur, dan, en je gaat fout, dan kun je, ja, begint dan maar helemaal opnieuw. Huid af en opnieuw. Dus dat werkt niet. Dus lichte kleurtjes, een blonde wenkbrauwpotlood. En ik ben aan de bovenkant erbij een teken en aan de onderkant erbij een teken. Hetzelfde aan de andere kant. Dit is mijn hoogste punt hier. Ik ga naar beneden tekenen. En hup. Ja. Wat ik nu ga doen, is een poeder nemen. Waar is hem? Ah, hiervan. Ik dacht, waar is hem nu? De Café. Ik weet niet of je die kleur kent, maar dat is zo de kleur die eigenlijk bij iedereen past. Café is heel goed om te blenden in de arcadeboog. Kan je dat dadelijk laten zien. Maar ook om je wenkbrauw te doen. Hetzelfde potloodje waar ik mijn eyeliner net mee gedaan heb. Ik heb het juist een beetje afgeveegd, want anders heb ik zwarte wenkbrauwen. Ga ik nu gebruiken voor mijn wenkbrauwen verder in te kleuren. De combinatie van poeder en potlood geeft eigenlijk een heel natuurlijk effect. Want nu kan ik hier met de poeder werken. Nee, juist doordat je het nu met poeder gaat opvullen, gaat je het eigenlijk minder hard zien. Want poeder geeft zo meer een faded effect. Omdat is eigenlijk veel natuurlijker en zachter dan een potloodje. En daarom doe ik het met poeder. En dat geeft ja, een zachter effect gewoon. Hè. Hup, hup, hup. Kijk hoe simpel, kijk hoe simpel, kijk hoe simpel. Kijk, nu zie ik dat ik hier nog zo'n comma heb, zo'n bluts. Dan moet je daar gewoon bij werken. Hè. Dat is toch zo simpel als het rode. Hè? Vind je nog iets nu? Dus, ik heb mijn blond gedaan, lichter dan mijn wenkbrauwen. En dan heb ik met een cafékleurtje een oogschaduw. Heb ik dan, ja, ingekleurd, hè. Dan kun je ook een beetje
kammen als je het fel hebt gedaan enzovoort. Maar je ziet dat, als ik nu een lijn zou tekenen van begin naar het einde, is dat een rechte lijn. En dat is heel belangrijk, dat dat op dezelfde hoogte zit. Dat is echt een hele belangrijke. En hier heb ik bijna niks gedaan. Gewoon een beetje poeder. Als je inderdaad microblading gedaan hebt, moet je bijna niks doen. Dan is het poederken alleen al genoeg als het een beetje vervaagd is. Dan, ik ga je nog één ding laten zien met die café. Want ik wil weinig producten gebruiken om veel resultaat te hebben. En dan ga ik gewoon met die café en mijn blender van daarnet. Kunt je perfect nog een arcadeboog maken als je daar goesting in hebt. Maar ik zeg je dat, ik doe dat echt niet elke dag. Maar als je zegt, ik wil wel wat meer hebben, dan is dat wel een goeieke. Dan geeft dat zo nog wat meer grotere ogen. Ik weet niet of het een meerwaarde is. Dan, Stefanie, dat is wel een mooi complimentje. Dat is goed. Maar je voelt je dan toch ook beter, hè? Als je een beetje make-up op hebt. Dan, hier staat mijn Somo nog, waar ik mijn wallen mee heb weggeschminkt. Ik heb nu wat slippers aan doen. En dan ziet je de kleur. Eigenlijk is dat ook wel een hele... Café past bij iedereen, Claudia. Huh? Mooie kleuren. Maar eigenlijk wil ik dat via roze opdoen vandaag. Want ik heb een roze kleedje aan. Ja, maar dan heb je hem gezien. Greet, welke kleur bij donkere wenkbrauwen? Dan neem je het potloodje brunet. En de kleur taupe of biscuit van oogschaduw. Ja, zo is hetzelfde, hè. Taupe of biscuit. Die zijn donkerder van kleur en alle twee mat. Ziet, la vie en rose past beter bij mijn kleedje, hè. Ah, I love it, hè. Nu is ze stil, hè. Ik ga dat hier eens een beetje fashioneren. Want met een verjaardag moet ik hier toch nog eens even in een virtuele duvel gaan drinken. Hè? Voilà. Ready? Wat denken jullie? Uiteindelijk is het snel gegaan. Hè? Wat heb je geprobeerd, Inge? Ik kan even verder scrollen. Ik zie het niet goed. Inge, wat was je vraag? Wat was het probleem? Als je eyeprimer blijft oogschaduw... Echt? Doet je over uw eyeprimer ook de oogschaduw beige? Want dat kan ook wel vaak maken. Je moet denken, alles waar er heel veel glans in zit, zit er ook precies een beetje meer vet in. En is minder mat en minder droog dan matte kleuren. Dus misschien als je de beige eerst zet, dat is een matte oogschaduw, die absorbeert wat te veel vet van je huid. Of je gebruikt te veel primer. Te veel product kan ook zorgen dat iets niet lang genoeg blijft zitten. Fixeur erop zetten, maar ik denk dat het vooral gaat liggen aan je hoeveelheid producten. Dank je, Greet. Alles goed daar bij Corporella. Volume in mijn haar. Ah ja, droog shampoo. Nee, wat ik doe voor volume in mijn haar, het heeft wel niks met Sampiersal te maken, maar het heeft wel te maken met, we willen er goed uitzien, is droog shampoo. Ik was mijn haar met de shampoo van Rein Pharma. Vind ik trouwens een toppertje, want dat geeft volume. Dat is de eerste keer als je dat doet, is dat heel raar. Maar dat geeft heel veel volume. En ik kan een week mijn haar zo houden. Het is nu gewassen zaterdag, het is nu donderdag. Het ziet er nog oké uit. Maar ik spuit heel vaak een beetje droog shampoo aan de wortel. En dat geeft heel veel volume. Dus ja, ik heb er wel... Dat is mijn trucje. Bij droge huid gebruik je de primer, liquid, mineraal poeder. Make-up super goed zitten, maar Stefanie, schilfertjes. Ja, meer scrubben, Stefanie. Echt 2-3 keer per week de huid goed scrubben daar, en een maskertje leggen. Ik zou dat doen. En, want we willen vaak dat make-up het huidprobleem oplost, maar vaak begint het ervoor al. Hè. Dus als je wat droge schilfers hebt, gewoon veel scrubben, een goed maskertje leggen. Doe dat maar 2-3 keer per week en dan de make-up.
Welke droogshampoo? Ik gebruik die van Moroccan Oil. Ik ben een hele fijne droogshampoo. Oei, daar gaat mijn zakje met mijn penseeltjes. Kleurtjes van palet 1. Allemaal pasteltintjes. Zien jullie het? Dat is een vraag. Trouwens, dat roze tendre wat ik op heb, zit ook hierin. Hè? Dus als je dat palet hebt, kun je eventueel echt wel die kleur ook gebruiken. Dat is ook een hele gemakkelijke. Hè? Andere oranje producten. Binnen ons gaan we niet. Nee, ik zou echt de Somo dan doen. Dank je, Nancy. Je legt het zonder Engelse fantasie aan me kan. Ja, oké. Dat is wel grappig hoe je dat zegt. Welke gezichtsreiniger? Ik mix twee dingen. Ik heb de Advanced Pre-Cleanser van Rein Pharma. En ik gebruik de reinigingsmelk. En de body oil van Licami. Dus ik mix heel veel van die producten. Ik vind alle twee fijne, natuurlijke producten. Dag Marijke. Anneke, je krijgt een productlijstje. Maar zoals ik zei, als je pas start, Get Well is een hele goede box daarvoor. Maar ik ga straks alles herhalen. Dus, korte herhaling. Eindig ik altijd mee en dan ga ik jullie laten tenzij jullie nog een vraag hebben. Liquid Foundation, nummer 2 op mijn plekjes. Een beetje Somo lipstick. Onder mijn ogen. Dat was de ultieme tip voor donkere kringen. Dan doe je daar terug die Liquid Foundation 2 een beetje over. Want anders heb je nog oranje kringen. Dat wil je ook niet. Poeder nummer 3 heb ik gebruikt. Heel erg fel duwen met de kabuki. Dat was de tip van vandaag. Duwen, duwen en draaien. Heb ik de losse poeder blush brons gebruikt met een matte roze blush daarboven. Een beetje roze tendre, eyelinerke, wenkbrauwen met de café, La Vie en Rose op mijn lippen en klaar. 5 minuutjes, hè. Tada! Sanne, zonnecrème aanbrengen. Natuurlijk kun je eerst zonnecrème aanbrengen, maar weet, in onze losse minerale foundations zit al een standaard bescherming van SPF 20. Dat komt omdat er titaniumdioxide in onze poeder zit. En dat geeft eigenlijk een filtering tegen het zonnelicht. Het is natuurlijk niet voldoende als je gaat zonnebaden, maar het geeft ook wel een klein beetje bescherming. Maar als je de huid heel goed gaat hydrateren, is dat uiteindelijk wel de beste bescherming. Hè? Allee, goed. Ik ga er vandoor, denk ik. Hè? Jullie nog een fijne avond wensen. Nu, wat zijn er nog belangrijke dingen? Producten? Nee, we hebben nog geen webshop. Maar er zijn al heel veel verkooppunten op onze website die heel graag met jullie in zee gaan. En heel graag heel veel productjes aan jullie willen uitleggen enzovoort. En die ook leveren in deze tijden. Nu hebben jullie de tijd. Dus ik zou zeggen, experimenteer maar heel, heel, heel goed. Ik ga dadelijk een lekker duveltje drinken. Of misschien een glaasje rode wijn. Ik weet het nog niet. Ik ga eens kijken. Er staat nog niks klaar. ik heb een hele leuke dag gehad. Ik vond super dat jullie met meer dan 300 waren vandaag. Ik vind dat echt fijn. We hebben nog een heel leuk programma voor dit weekend en voor komende weken. Wie staat er nog op programma? We hebben Joke van de Velde morgen. Dat is ook wel een topperke. Die wil ik ook heel graag zien hoe die met San Pierso aan de slag gaat. We hebben Sandy op zaterdag. Sandy is een ex-student van mij, maar die ondertussen heel veel make-up doet. Zij danst ook flamenco. Vind ik trouwens heel mooi om te zien. En zij gaat zo een mooie Spaanse Lolita look maken. Zondag hebben we Jentel Kuppens. Ook wel een toppertje. Heeft 175.000 volgers op Instagram. Dus ja, zou ik ook maar eens naar kijken. En volgende week, daar ga ik nog allemaal niet verklappen, maar ik weet zeker dat jullie het allemaal tof gaan vinden. Dus blijf ons sturen. Blijf ons tips geven over de dingen die jullie willen zien. En dan wens ik jullie allemaal een super fijne avond. Dag!